Vorige keer bij ons Delphine. Toen ik met een Abt 12, een Belgisch biertje. Hans en Roman nemen je graag mee op een nieuw reisavontuur. Welkom bij ons Delphine. We zijn onderweg en we zijn er bijna. Ja, dat klopt. En het is weekend en we gaan naar een camperplaats waar we de afgelopen 2 jaar al heel veel voorbij gereden zijn. En nog nooit zijn geweest. En toch al heel veel mensen die tegen ons gezegd hebben, moesten ooit de kans hebben, zeker en vast doen. Dus ideaal. De bestemming ligt rechts. Komt u maar. Ik denk dat we redelijk goed staan, hè? Ja, want anders stond ik tegen die dingen. Dan stond het te ver tegen die boompjes, hè? Ja. Dan moeten we wel eens zien dat je... Oh, dat is ook wel een trick, denk ik. Ja, hier is overal al een trick, hier is overal alles. Dan moeten we hier pakken, dat is goed. En vastplaats ook al. Dan ga ik hem... Het ziet er hier goed uit. Amai. Ja. Wat is het probleem? Niks. Ik zeg tegen Tjeko, wil je iets kopen? We zullen straks wel vertellen. Kom maar op een plaatsje staan. Ja. Daar, oh, nog een keer plakbandpensioen op die kant. Oké. Thank you. Ja. 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 Peggy en Kees zijn net aangekomen. Die hadden van de week gezegd, wij gaan naar de Rukvinse Weide. Maar wij wisten niet of dat wij...
naar hier kunnen komen om dan ze delfintje. Woensdag is onze delfin bij een dealer binnen geweest voor jaarlijks onderhoud. Controle, waterdichtheidsdingen, je kent het allemaal wel. En je moest daar de keuring voor de Nederlandse APK, dat moest ook gebeuren. Ze is goed gekeurd tot 5 oktober 25, dus we zijn weer content dat we ermee kunnen rijden. Ja. Er zijn nog wel een paar mankementjes aan, maar dat is vanuit Bursner dat ze dat gaan doen. Krijgen een buiten een nieuwe deur, ja, hè? De celdeur. De celdeur, eigenlijk de deur waar je naar binnenkomt in de living. Maar lang vooral kort, dus gisteravond hebben we haar nog gereserveerd. Er waren nog drie plaatsen. Ik zei, we gaan dat doen, want dan zien we Onno en Inneke van ons plakbandpensioen. Die zijn ook hier nog ook. Die zijn hier ook. Ik zei, dat gaat plezant worden. Ik zei, we kunnen dat wel niet met elkaar in de buurt staan, maar ja, je kunt met de stoelen bij elkaar gaan zitten. Dus raam, dat zien we wel. Ja. Voor de rest, het is tijd om te gaan eten, want het is 1:15 en ik rammel van de honger. Een appeltje met Philadelphia, lekkere platte kaas, verse kaas. Hè. En jij into slaatjes, dat zie ik ook niet veel gebeuren. Dat kun je niet anders. Dat jij vleesslaatjes neemt en zo. Mm-hmm. Wat gaan we ze biet eten? Wel, we kunnen van Peggy pasta met gambas proeven. Maar we hebben toen we reserveerden hier bij de Rukvense Weide eigenlijk nog iets anders bij gereserveerd. Pizza. Jij een prosciutto crudo, een ham. Ja. En ik een Rukvense Weide. Dus we gaan zien wat dat is. Specialiteit. Ik heb al gaan zien, dat is rijkelijk belicht. Oei. Je gaat serieus moeten duwen om het erin te krijgen. We kunnen er wel stukjes aan maken. We hebben genoeg eters als ik kan proeven van alles. Dus. We gaan eens kijken. Hè. De pizza zou klaar zijn. Dat is de prosciutto crudo. Ja, en dan kom ik direct de tweede halen. Helemaal goed. Tot zo. Ja, tot zo. Mama. Moet die erop? Hij gaat er zo op. Ah, je doet die knoflook erop. Nee. Oh, nee, die doen we er apart bij je. Ja, en die moet eigenlijk erop. Gewoon lekker erop doen. Ah, oké. Okay. Ja. Ja. Dat is wel als dat puntje dan lekker zo in. Ah, een beetje soppen. Lekker. Ja, soppen. Ja. Ik wil van u weten of u lekker vindt. Oké. Okay. Eerlijk zeggen dan, hè? Ja. Als het niet lekker is, maar het toch niet. Ja, zeker. Dat leren wij ook weer van. Ja, tuurlijk. Want wij maken hem zelf en dan is hij... Oké, ja. De knoflooksaus is ook zelf gemaakt. Oh, mij. Ja. Mij. Oh, ik word gebeld. Maak eerst de pizza. Of wil jij hem even opnemen? Ik neem hem wel. Goedemiddag met Elia Kmals van Rukvense Weide. Ja. Ik denk dat dat die camper is, man. Dan ben je aan het slijmen. Nee, dan ben je aan het slijmen. Moet ik hebben al hier even een wereld. Ja. Staat hij daar? Die mag doorrijden en dan hier naar nummer 5. Naar ons toe, naar het middenveld toe. En dan hier rechts. Ja, maar dan kom je met de bocht naar rechts. Kijk. Oké. Okay. Deze valt toch best wel. Ja, nou zit hij maar op. Ja, ga lukken. Ga mij lukken. Kom maar nu een aan. Ja, is goed. Dank je. Ja. Jo. Poppie. Schat, dit is Rukvense Weide.
goede zaterdagochtend. En wie is hier al wakker, ze? Ja, hallo. Goedemorgen, bijna middag. 11:30, hè. Olle, zo ja, laat al. Ja, zo rap is gegaan. Maar ja. Ik heb zalig geslapen hier. Ik denk 10 uur dat ik heel moe was. En ik zei, ik ga al in bed. Dat ik het normaal niet doe in de camper. En opeens was het 10 uur 's morgens dat ik wakker werd. Dus ik heb je zelfs niet horen opstaan en koffie maken. Dus dat was wel even mei. Dus ik had het nodig, hè. De pijn in mijn rug is wel weg nu, want ik had een beetje last gekregen aan mijn schouder ook, maar dat valt goed mee nu. Ik ben ondertussen aan het kijken geweest wat we kunnen gaan doen, gaan fietsen. Peggy heeft ook al gereageerd van zeg, gaan we even niet samen fietsen de bossen in, want die wou ook de bossen in. Ik dacht, joh, dat kunnen we misschien doen. En dan moeten we alleen eens kijken, eten we hier al iets of eten we in dat gezellig restaurantje daar een krok of zo? Ja, maar we zullen zien, hè. Ja, Kees komt al voorbij, ze zijn een afwas. Morgen, Kees. Goedemorgen. Ja. Dus ja, alles staat nog open eigenlijk. Deze avond eigenlijk ook. Wij hebben nog worstjes bij. Peggy ging iets Indisch-achtig maken. Dan kunnen we sharen, hè, met z'n allen. En Onno en Inneke kwamen er ook bij zitten. We gaan een klein rondje fietsen hier in de regio. Er zal nog ergens een molen onderweg zijn om te zien. En Onno en Inneke zijn ook mee. En het eindpunt is de supermarkt. Oh, slecht stuk, slecht stuk. Put. Maar je ziet dat bekend niet. Oh, ik zit hier op het slechte stuk. Straks heb ik alleen nog mijn schroefje. Oh, je rammelde het in.
Amai, dat is hier wel off-road, hè? Oh, deze is hier slecht. Ja, het is gebeurd. Kilometer 15, dat is goed, hè? Gaat nog goed mee, hè? Ja, nog niet al een middag onderweg geweest. Maar het was plezant, want we hebben dan die bossen gedaan en dat was niet verwacht dat Google Maps ons weer anders ging sturen. Het is hier anders nooit niet Google Maps ons maar onderweg sturen. Maar wel schoon bossen, hè? Het was wel plezant om te rijden, hè? Ja. Lekker zalig, hè? Nu zo rond 5 uur ondergaande zon hierachter. Iedereen ziet al de aperitieven. Ze gaan weer al pizza maken. En Hans is hier een masterclass Da Vinci aan het geven aan Ono. Denk wel dat het lukt. Ja, ja. Het is weer tijd om te koken. Ik kan vanavond gewoon boerenchipolata-worstjes klaarmaken. We hebben nog sla, we hebben nog broodjes, maar Peggy gaat iets Indisch koken. En ze heeft gezegd, komt er gezellig bij, we doen wat foodsharing, dan kunnen jullie ook proeven wat ik ga maken. Oh, mai. Dat heb ik gehoord, ja. Wow. Oké. En ik ruik het ook. Het vuur staat nu op. De worstjes gaan we hier nu wel bakken. Een goede avond. Ik had bijna een fataal accident met de gas hier. Ja, ik ben bijna de camper weg. Dus hij was niet goed ontstoken en dat was zo woef. Dat was palping, hè? Ja, gevaarlijk, hè? Peggy, wat heb je gemaakt? Ik heb gemaakt ayam paniki, dus met kippendij en boemboe van Konimax. Met extra toevoeging. Knoflook en ui voor mezelf, want ik doe altijd iets voor mezelf erbij en een beetje ketchup. Dit zijn boontjes sajoer, dus ook van Konimax. En ik heb dan extra toegevoegd ook weer knoflook, ui, tauge en dan lekker een eitje erbij. Dus dan krijg je lekker een eitje te loog. Nou, dus kroephoekje erbij, zuurtje erbij, ketchup, zoet, zout, mag je maar wilt. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Even wachten. Nou, dan gaan we aftellen. 3, 2, 1. Bon appétit! We gaan van de pootjes af.
Hopla, zie ze zakje. We zijn al afscheid gaan nemen. Ja, bij Onno, Inneke, Peggy, Kees en... Bumper. Ja, Bumper. het was heel leuk geweest. Weer een weekendje met vrienden, wat zalig, bijgepraat. Zalig. Tijd soms. Gisteren was het ook heel leuk. Gaan fietsen en zo. Ja, meer moet dat niet zijn natuurlijk. Hè. We merken ook in de statistieken, als je nog niet geabonneerd bent, sommigen toch. Ga eens nakijken op ons kanaal. Klik onderaan het filmpje Hans en Roman aan en dan kun je gewoon kijken naar het abonnee. Als je dat nog niet bent, klikken. En je kunt ook zeggen van, ik wil op de hoogte blijven door dat belletje in te zetten. En dan krijg je altijd een melding als wij een nieuwe vlog online hebben gezet. Het is maar een kleine moeite. Voilà. En dat geeft ons zo'n stimulans om toch door te gaan met ons filmpjes. Voilà, dat was mee rest te zeggen. Dat was het, hè? Goed. Oké, dan moeten we alleen nog maar hetzelfde doen wat we altijd doen. Zeggen tot de volgende, tot de volgende keer. Hou je goed. Tada. Ja, tada. Tot de volgende. Tada. Hoi, tada. Tot de volgende! Wil je op de hoogte blijven van Hans en Roman? Ga snel naar www.onsdelfin.be. Hans en Roman wensen je nog veel veilige kilometers en danken je om te kijken.